Jaarlijks krijgt 1 op de 50 mensen te maken met een bedrijfsongeval. Goede preventie is dan ook noodzakelijk om de veiligheid van personeel te waarborgen. Zeker in bedrijven waar met risicovolle stoffen wordt gewerkt, is dit van belang. Een bedrijf dat veel in deze risicovolle omgevingen moet werken is Bilfinger Industrial Services. Maar hoe kun je nou optimaal zorgen voor veiligheid? Zij vonden de oplossing bij MSA The Safety Company. We spreken met Richard Hogendoren van Bilfinger Industrial Services over hoe hij ervoor zorgt dat zijn werknemers veilig hun werk kunnen doen. Bilfinger Industrial Service levert verschillende diensten, onder andere stijgerbouw, isolatie en conservering. Hier plaatsen wij de stijgers voor de opdrachtgever. De stijgers plaatsen wij om een veilige werkplek te creëren voor de opdrachtgever, zodat ze onderhoud en inspectie kunnen uitvoeren. Hier werken we op een chemische industrie met verschillende gevaren, onder andere vallende voorwerpen, maar we hebben ook giftige stoffen hier op het terrein. En is het belangrijk dat we voor onze medewerkers dus een veilige werkplek creëren met daarbij verschillende PBM's. Zoals de stijger hierachter is het ook belangrijk dat iedereen een helm draagt. Er kunnen verschillende werkzaamheden onder en boven elkaar plaatsvinden. De kans kan aanwezig zijn dat er iets naar beneden valt. Dan is het dus belangrijk dat je een goede veiligheidshelm draagt. Er is een HSEQ-strategie, dat staat voor Health, Safety, Environment en Quality, die veelomvattend is, onder andere instructies, voorlichting, trainingen, maar ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Onder de persoonlijke beschermingsmiddelen valt de veiligheidshelm. Er is gekozen voor het MSA-helmsysteem, omdat het op meerdere vlakken inzetbaar is en alle accessoires bij elkaar hoort. Onder andere een kinriem, maar ook de gehoorkappen die kunnen bevestigd worden aan de MSA-helm. En ook allemaal gecertificeerd is. Het streven is naar zoveel mogelijk producten van één merk, omdat het dan op elkaar afgestemd is en juist op elkaar past en ook nog eens gecertificeerd is. Bij sommige opdrachtgevers werken wij in een risicovolle werkomgeving, waar het gevaar bestaat dat er een gaslekkage kan ontstaan. Daarom dragen onze medewerkers op die locaties een persoonlijke gasdetectie. Ik heb hier een voorbeeld met een CO en H2S meter. Daarbij dragen ze ook een persoonlijke vluchtmaskers, die ze moeten dragen wanneer de gasdetectie in alarmering gaat. De alarmering die gaat in een vroeg stadium al af, zodat de veiligheid van onze medewerkers wordt gewaarborgd. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in de praktijk het laatste redmiddel om ernstig letsel aan medewerkers te voorkomen. En dit resulteerde bij ons vorig jaar augustus 2014 in een veiligheidsmijlpaal dat wij 6 miljoen uur gewerkt hebben zonder een verzuimongeval. Veiligheidsmaatregelen zijn zeer belangrijk. Er spelen altijd verschillende gevaren en risico's op de werkplek. En onder andere vallende voorwerpen kan gebeuren op een werkplek. Het is dan belangrijk dat je de medewerkers goed beschermt met een goede veiligheidshelm. Die tevens ook voor ons inzetbaar is bij al onze opdrachtgevers. Veiligheid en gezondheid is geen afdeling, maar een attitude.